Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik apart Action snoep proeven. Ik was laatst in de Action en ik stond in de rij, het was een hele lange rij. En ik stond in het snoeppad in de rij dus. En ik zag allemaal aparte dingen en ik dacht, hey, dat ken ik niet of hey, dat is apart. Dus ik dacht, nou, daar kan ik misschien een video over maken. We gaan beginnen. Ja, misschien is niet alles echt apart, maar het is wel dat je denkt, hey, dat is raar. We beginnen met cotton candy, dus suikerspin. Kijk, dit is dus natuurlijk niet apart, want het is gewoon suikerspin en dat is gewoon heel bekend. Maar ja, het is wel zo van, is het lekker als het zeg maar zo lang in de winkel plakt? Niet. Oké, okay, klein beetje. Maar als je zeg maar suikerspin hebt op de kermis en je pakt een stukje, zit je meteen je hele hand onder de plak. Dus ik ga proeven. Het is echt heel erg zoet. Nou, ik heb misschien ook al heel lang geen suikerspin op, dus ik weet eigenlijk niet of het normaal ook zo zoet is. Maar het is wel lekker. Ik geef de suikerspin een 8. Het was wel heel erg lekker. En ik hou wel van zoet, dus ik denk dat het echt heel zoet was. Oké, mijn camera was even gevallen, maar we zijn er weer. Oké, het volgende is macke cake. Ik heb het wel eens vaker gezien, maar dan maken mensen het gewoon met echt in een echte mok. Maar dit was zeg maar al zo in de winkel. Dus ik ben benieuwd. Oh, wacht, ja. Dit is echt het meest domste wat ik ooit heb gedaan. Want dit moet je natuurlijk bakken. Maar ik heb hier, nou ja, in de magnetron staat hier. Maar ik heb hier geen magnetron. Alleen een oven. Het enige wat je moet doen is water toevoegen. En dan een aantal seconden in de magnetron doen. Maar ik heb dus geen magnetron. Dus wat ik ga doen. Deze video is pas voor volgende week. Ik maak dit een week van tevoren. Ik ga dit zeg maar thuis doen. Want ik ben aankomend weekend in Alsmeer. Dus dan ga ik dit doen. En dan film ik het wel even. Dus daar gaan we nu naar kijken. Zo. Het is gemaakt. Let niet op mijn naam. Het ziet er nu zo uit. Het ziet er niet echt gebakken uit. Dus ja, maar ik ga het proberen. Het is heel erg heet, dus ik hoop niet dat het de mukcake zelf ook heet is. Dit is echt zo zacht als ik weet niet wat. Het is fucking lekker. Aanrader. Zo, en ik ben weer terug. We gaan door naar de volgende. Wat is dit? Hitchler. Kinderschatkisten. Ik denk dat het gewoon, ik heb dit gekocht omdat ik denk dat het gewoon een soort van Mauwand pretmix is. Of hoe heet dat? Zeg maar met die verschillende. Ja, jullie weten denk ik wel wat ik bedoel. Ik ga gewoon van elke eentje nemen, denk ik. Oh, er zit een tattoo in! Oh. Kijk, bijvoorbeeld dit. Dit is heel klein, maar. Het zijn hele kleine balletjes. En met Mauwand heb je die in het groot. Dus ik ga het gewoon even proeven. Ik ben benieuwd niet. Dit is kauwgom, ik hoop het echt niet. Nee, het zal niet, want het zit in 3 verpakt. Oh, er staat toch een. Oh, bubbelgum. Het is wel kauwgom. Maar waarom zit het dan in 3 verpakt? Ik wil helemaal geen kauwgom. Nou, het is wel lekker op zich. Dan hebben we deze. Het zijn gewoon van die staafjes. En hier zit de tattoo in. Ja. Kijk, ik ga deze even proeven. Is het allemaal kauwgom of niet? Bonbon en kauwgom mix. Oh. Ik vind die andere kauwgom lekkerder. Nu wil ik een bonbon. Het zal wel een bonbon zijn, hè? Kauwbonbon. Is dat dan kauwgom of er zit weer kauwgom in, hè? Ik word boos. Ja, nou. Voor Mauwand is lekkerder. En als laatste deze. Oh, kersensmaak. Dit smaakt naar het knetteren ijssnoepafgiet. Ik geef dit een 5,5. Want het is niet zo speciaal. En dat die Mauwand mix is gewoon veel lekkerder dan dit. Dan heb ik nu Dr. Pepper. Het is helemaal niet speciaal dat dit in de Action zit staat. Want het wordt ook gewoon in de Albert Heijn zo gekocht. Maar ik heb het dus nog nooit op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. En misschien heb ik gewoon favoriete nieuwe cola. Denk het niet. Het ruikt heel raar. Het smaakt letterlijk naar kersen. Oké, okay, klein beetje, maar het is echt een hele rare cola smaak. Ik denk niet dat ik het snel weer zou drinken. Ik geef deze een 6.
Want het verraste wel. Dan heb ik nu party chips, paprika, nee, naturel. En omdat ik, waarom ik dit heb gepakt, omdat het zeg maar eigenlijk gewoon zo goed als Pringles is, maar dan andere merken zo. Dus ik was wel benieuwd hoe deze smaakte. Het zijn wel iets kleiner volgens mij. Maar... Er zit niet zoveel smaak in als bij Pringles. Pringles zijn sowieso veel gezouter, daar hou ik echt van. Maar er zit, ja... Eerst daar proef je wat, maar dan is er ook meteen de hele smaak weg. Ik geef dit een 6 ook. Nee, 5,5. Ja, 5,5. Dan dit, Magic and Candy. Ik heb geen idee wat het is. Volgens mij is het toch al getrukt. Box includes candy and a magic trick. Ik ben heel benieuwd. Oh, wow. Oh, dat is een magic trick. Wow, er zit echt vet veel snoep in. Want eerst zit deze lolly erin. En dan ook deze lolly. En dan dit snoepje. Dit is ook snoep. Dit is snoep. En dit is de magic trick. Even kijken wat de magic trick is. Als het leuk is en kort, dan ga ik het even hier op video doen. Oké, dus ik heb hier nu dus de mat, zoals ze het noemen, liggen. Met vraagteken op het dingetje en twee ringen. En de onderste is met het kartonnetje. Oh, de twee ringen naast elkaar. Nou, dan moet ik nu dit te doen. Ik snap het niet. Oké, we gaan verder. Nou, dat hadden ze wel duidelijker mogen uitleggen. In ieder geval, ik ga weer verder met de snoep. Volgens mij gaat deze video veel te lang duren. Oh, dit is een lolly met van het zuur erin. Zit vast. Ja, met dat van het poeder. En dan, ja. Nou, volgens mij heeft het niet echt zijn werking gedaan, want ik proef niks. Oké, dit is een beetje zuur, maar dan ga ik deze ook niet doen. Want dan... Ik ben wel heel erg benieuwd... Naar deze. Er staat een cola flesje op, dus ik denk dat het een cola flesje snoepje is. Oh, nee, het is een zuurtje met cola smaak, denk ik. Nee, nou, ik proef wel een beetje cola, maar nee. Dit krijgt een 4, want de truc, ik snap het niet en de snoep viel echt tegen. Misschien dat die twee andere lollies die los zaten gewoon lekker zijn, maar 4. Oké, dan was het dit weer voor... Deze video, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En dan ga ik even kiezen welke ik het lekkerst vond. Dan moet ik toch wel voor de suikerspin gaan, want die vond ik wel echt lekker. Of het is die mugcake. Heel moeilijk woord. Maar die heb ik dan nog niet gedaan. Dus als ik die uiteindelijk het lekkerst vond, zou ik hierachter even een fragmentje plakken. Dit vond ik lekkerder dan de suikerspin, dus ja. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een reactie achter. Doe wat. Wees creatief. Wees origineel. Schrijf wat. En dan... Oh, en abonneer voor al mijn nieuwe video's. Ik zou het echt super tof vinden als je abonneert. Want ja, dan weet ik gewoon dat mensen mijn video's willen hebben. En dat heb ik nu nog niet echt idee. All around me are familiar faces. Worn out. Nee, grapje. Maar abonneer. Dat zou ik echt super tof vinden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Ik kijk echt de hele tijd in de viewfinder en niet in de lens. Dus sorry. En nu ga ik naar de sportschool. Doei!